Dominique, even door. Heb je iets leuks meegemaakt deze week? Ja, ik heb lekker gewerkt. Nee. Daar gaan we niet elke week doen dit. Gewoon even iets origineels, kom op. Ja. Oké, ik heb nieuwe kleren besteld. Je hebt nieuwe kleren besteld? Ja, had ik zin in. Waar heb je dat besteld dan? Mag ik dat zeggen? Ja hoor. Bij de Mango. Oké. Okay. Ja. Mango. Ja. Dat leuk. Eén keer zeggen, gaat hij ze halen. Dan moeten we ook alle andere. Ik zei bij de Mango. Ja. Maar je kunt natuurlijk ook halen bij de Zara, de Primark. Ja. De H&M. Maar ik dacht, ik heb er gewoon even zin in. Gisteravond zat ik lekker te scrollen en alle sites af te gaan. Dacht, oh, lekker online. Oké, maar waar gaat dan in één woord jouw Lil' Him naar uit? Dat online shoppen nog steeds top is. Ja. Oké, wat top. Ja. Wat leuk. Wat mooi. Jij mag van mij nu verder, Rick, met jouw Lil' Him. Oké. Ik heb er inmiddels al een klein beetje bij neergelegd dat ik niet echt elke week iets bijzonders heb. Maar ik heb alweer iets gevonden. Ja. Wat is de situatie? Kijk, we zitten allemaal al heel lang in de coronacrisis. Ja? En ja. Jij misschien niet, maar zou wij wel. Ik zou het bijna vergeten, niet? En voor heel veel mensen betekent dat bijvoorbeeld thuiswerken of misschien zelfs geen werk hebben. Bij mij betekent dat wel gewoon werk hebben, maar op het werk niks hoeven doen. Ja. En dat klinkt misschien heel aantrekkelijk, maar op den duur wordt dat vrij saai. Dat kan me voorstellen. Dus dan ga je oplossingen zoeken. Ik mag gelukkig wel, officieus dan, iets voor mezelf doen, zeg maar, in die tijd. Dus ik had al een tijdje een abonnement op Videoland. Dus daar kom ik even vooruit. Ik dacht, jij gaat ondernemen of zo. Nee. Oké. Maar ja, weet je, die coronatijd die duurt inmiddels al een tijdje. En Videoland had ik inmiddels al best wel uit. Ik zat al heel vaak, betrapte ik mezelf erop dat ik dingen zat te kijken die ik al lang gezien had. Of al vaker gezien had. Totaal uitgespeeld. Ja, precies. Helemaal uitgespeeld. Dus ik heb onlangs, nog niet zo lang geleden, denk ik een weekje of twee, drie geleden, heb ik ook, ik heb een keer een kill. Heb ik ook NPO Plus aangeschaft. Ook al. Hey, die heb ik ook. Ja. En ik heb er eerst heel lang over zitten twijfelen. En denk ik, ja, niet weer zoiets. En wat staat er dan op? Het zal allemaal wel meevallen wat daar voor leuks op staat en zo. Nou, toen kwam ik erachter dat het maar €2 nog wat kostte. Dus ik dacht van, ja, nou ja, waarom ook niet? Laten we het eens proberen. En als het niks is, dan doe ik het weer uit. Maar dat is dan echt best wel leuke en goede series, zo moet ik zeggen. Ja, en wat ben je nu aan het kijken dan? Nou, ik heb even kijken. Sowieso heb ik het in eerste instantie genomen omdat ik de serie Oogappels wilde zien. Oh ja. Ik denk misschien heel ouderlijk dit, maar... Oogappels. Ja, ik herken het wel ergens van. Ik had het vorig jaar volgens mij een paar keer op tv gezien. Maar dat was het tweede seizoen al. En ze zijn nu aan het derde seizoen begonnen op tv. Maar ik had het eerste seizoen sowieso nog niet echt gezien. Maar op NPO Start kun je ze dus alleen zien als je NPO Plus hebt. De betaalde versie. Ja. Dus ik wou dat zien. Dus ik heb er in eerste instantie die serie gekeken. Hartstikke leuk. Ik ben al helemaal bij. Dus nu moet ik elke week wachten tot een nieuwe aflevering uitkomt. Dat is een beetje jammer. Ja. Maar top serie. Maar ik ben eens verder gaan kijken. En toen kwam ik van de week in eerste instantie op de serie De Slet van 6 VWO. Oh, dat gaat over Dominique. Ja. Nou ja, ik had die titel... Ja, ja. Oh, ik pak jou nog wel een keer terug. ik had die titel al een paar keer voorbij zien komen, maar ik wist niet precies wat het over ging. En nu ben ik hem eens gaan kijken. Ja. Nou, het is sowieso echt helemaal niet zo plat als het klinkt. Nee. Het is zeg maar één seizoen is het maar. Het zijn volgens mij iets van 8 afleveringen. En de serie gaat over een bepaalde moordzaak. En die moord die is zeg maar gepleegd binnen een heel... klein dorpje waar iedereen elkaar kent. Oh, ja. En dan gaan ze dus uitzoeken wie dat gedaan heeft. En ik moet zeggen dat ik vooral de plot in de serie echt super tof vind. Op een gegeven moment laten we zeggen, 2/3 van de serie denk je als kijker van, ja, maar nou weet ik zeker dat hij het gedaan heeft. Mm-hmm. Als de serie een beetje goed in elkaar hebben zitten, dan heeft hij het gedaan. Anders is het gewoon slecht. Ja. En dan blijf je dan een beetje bij. En op een gegeven moment kom je tegen het einde op het punt dat je denkt van, ja, eigenlijk als hij het gedaan heeft, dan is het eigenlijk best wel slecht, want ik weet het al 3 afleveringen. Weet je, wie is de mol vibes? Ja, precies. Ja. En helemaal op het allerlaatste moment komt er weer een plot. Er blijkt heel iemand anders gedaan te hebben waar je het helemaal niet van verwacht. Ook al verdenk je iedereen dan erin. Er is 1 persoon van wie je het echt niet verwacht en die heeft het gedaan. Ik vond dat zo top gedaan. Ja. Echt een hele goede serie. Dus dat. En ik ben daarna, van de week heb ik ook de serie Tessa gekeken. Dat gaat over een vrouw en die is docent op een middelbare school. En nou ja, ze is zelf nog een beetje kinderlijk, zeg maar. Nou, echt een super grappige serie. Die gaat dan over Miguel, maar dan in een vrouwenversie. Dankjewel. Wat een goede sneer. Tessa wordt gespeeld door Tekla Reuten en dat doet ze echt super vet. Echt lekker bij de hand allemaal, goede grappen tussendoor. Maar ik heb dus altijd een beetje het idee ook bij de NPO dat wanneer er een hele goede serie is gemaakt, dat ze die ook een hele platte naam geven. Ik heb bijvoorbeeld laatst heb ik 3 afleveringen gekeken van Het Zaad van Karbaat. En dat, ja, ik zie jullie lachen al kapot, maar het is echt een heel serieus onderwerp.
Maar al die series hebben een hele platte naam. Dit is gewoon NPO. Ja. Ik vind het echt een hele goede serie. Je moet ze soms een beetje goed zoeken. Maar dus als je platter, hoe beter. Maar in ieder geval goed. Even afronden. Mijn Little Him voor deze week gaat naar NPO Plus. Er staan hele goede series op. Ja. Ik had heel veel moeite met mijn Little Him. Maar ik denk dat ik toch ga naar afgelopen week. En dan, wat was het? Donderdag was dat. Ik werk dus nu al een tijdje bij de GGD. Ik plan mensen in voor die coronatests en zo. En ik heb al een tijdje geleden mijn rooster proberen te wijzigen op vrijdag. Omdat ik niet meer wilde werken op de vrijdag. En dat kon, want het was een extra dag. En dat lukte de hele tijd niet. En ik werd een beetje boos op de supervisor. Van ja, kom nou eens op. Ik wil gaan stoppen. En op een gegeven moment... Even een nieuw muziekje. Oké. Op het plot gesproken. Ja. En het lukte niet. Dus op een gegeven moment had ik haar een mailtje gestuurd van... nou, regel dat even, want ik kan deze vrijdag echt niet. Ik had een presentatie en zo. En ze zegt, ja, bel me even na 5:00. Dus ik bel na 5:00. Ze neemt de telefoon niet op. Ik mail nog een keertje. Op een gegeven moment was het vrijdagochtend. Ik zat dik in de stress. Krijg ik in het begin van de middag krijg ik een mailtje... met de allermooiste smoes op de werkvloer ooit. Deze had ik nog niet gehoord en ik vond hem heel leuk. En het is allemaal geregeld, dus dat maakt allemaal niet uit. Ja. Maar de mail begon met het volgende. Ik ben gisteravond wezen tanken en heb mijn telefoon per ongeluk daar laten liggen. Ik heb hem vanmorgen pas opgehaald. Okay. Dat was de excuus. Wat? En dus mijn Little Him gaat naar de spanning van dat moment toch even naar mijn supervisor op het werk. Ik vond het leuk. Ja. Dat vind je verstandig om het een smoes te noemen. Op de radio live. Ik weet niet of het een smoes is, maar het klonk als een perfecte smoes gewoon. Ja, gewaagd. Maar... Ik ben benieuwd of het de volgende week nog werkt. We gaan het allemaal meemaken. Ik denk nog wel even een tijdje hoor. Okay. Komt heel goed. Jack and the Weatherman, de allernieuwste op RS7 nu. Dit is Legacy.